Ja, maar ik zit eigenlijk niet bij Rick in de klas, maar... Nou, doei. Ja. De komende 5 weken loop ik mee op de MBO Theaterschool in Rotterdam. Ik praat met docenten, ik volg een aantal leerlingen en aan het einde probeer ik iedere week een praktische tip te geven voor een ieder die denkt, hey, ik wil ook ooit op de planken gaan staan. Maar nu eerst, zangles. Goedemorgen, ik loop een maandje mee op de theaterschool en ik heb nu geloof ik zangles. Ja, maar je bent wel een beetje laat. Oh, moet ik een te laat briefje halen? Eigenlijk wel. Maar ja, zo ging dat vroeger, hè? Zo ging dat vroeger. Nou, zo gaat het eigenlijk nog wel vaker hier op school, maar voor deze keer. Kom maar goed, wel binnen. Zangles. Ik dacht, hier worden actrices en acteurs geboren, Shakespeare en dat soort teksten, maar we gaan zingen. We gaan zeker zingen, ja. We proberen de studenten zo breed mogelijk op te leiden. Dus zang, dus dans en vooral ook acteren. En kijken of die drie dingen misschien bij elkaar kunnen komen en ze ja, nogmaals zo breed mogelijk opleiden. Want ze komen eigenlijk overal terecht. Eén daarvan is Rick. Ja? Komt uit Pernis. Nou, dan zit eigenlijk alles al tegen in je leven. Gaat het al mis, ja. 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 In Pernis gaat het mis. Weet ik niet of dat zo is. Dat zou je aan hem moeten vragen. Rick is een jongen die... Wat ik me ervan kan herinneren, heel toch wel behoorlijk verlegen binnenkwam. En kat uit de boom kijkend. En die zich heel erg goed heeft ontwikkeld op verschillende vlakken. Die alles heel erg aanpakt. En ik denk een mooie kans maakt om ergens door te stromen. Als ik had, ik denk ik altijd al lachen. Ik ben een hele grappige jongen. Hartstikke lief. Ja, af en toe wel een beetje clown. Clown? Ja, hij kan gewoon heel grappig zijn. Dan doet hij ineens een raar hoedje op en dan doet hij zijn oren naar voren. Kijkt hij misschien, maakt hij zo'n raar loopje en dan liggen we weer in een deuk. Rick is iemand die zich wel blootlegt. Dat zie je ook in de lessen die we volgen. Ook in zangles kiest hij ook liederen bijvoorbeeld dat echt meer van je eist dan normaal. Dus Rick is wel iemand die zich wel kwetsbaar opstelt. We hebben ooit een product samen gespeeld en toen waren we dubbels. Toen hebben we heel veel samengewerkt. Ja, en dat ging gewoon gelijk heel goed. En hoe is dat om met elkaar te zingen? Ja. Lijkt mij vreselijk, maar... Nee, is op zich wel leuk, omdat we kennen elkaar al een aantal jaar. Dus op zich is het wel gezellig met elkaar. Maar het lijkt me zo, weet je wel, jezelf blootgeven en je moet natuurlijk zingen en dat gaat niet altijd goed en dan... Nee, we zijn met dit project alleen maar derde en vierdejaars, dus... Oh, dan is het laat goed. Nee, maar we hebben natuurlijk wel wat ervaring, we hebben wel lessen gehad, dus het blijft eng, maar we hebben wel al nodig bagage, gelukkig. Gelukkig. En het is niet erg om voor elkaar af te gaan? Nee, zeker niet, want iedereen doet het gewoon en ja, van je fouten kan je leren. En ik was altijd de eerste die zich had verkleed. En dan gingen we altijd in andere kleding, dus hele grote broeken, grote overhemden van mijn opa. Gingen we dan een soort van modeshow lopen. Ja, toen was het al, denk ik. En op mijn 12e had ik mijn eerste streekmusical gespeeld. En toen wist ik het zeker. Toen wist ik mijn pad. Dus ik heb ook niet getwijfeld in de middelbare school. Ik wist gewoon al dat ik hierheen wou. En ik doe er alles aan om daar te komen. Ik hoorde alleen maar dingen over de MBO Theaterschool en ik heb zelf ook op de jeugdtheaterschool gezeten in Rotterdam. Dus het was voor mij eigenlijk gewoon een hele makkelijke stap om hier naartoe te gaan. Ik heb niet echt getwijfeld om ergens anders heen te gaan. Dit was de meest voor de hand liggende stap. Maar dan komt een introvert jongetje uit Pernis op deze school. Maar wat ziet zo'n jongetje dan? Soortgenoten, lotgenoten? Wat ik voor het eerst zag toen ik binnenkwam, was echt een grote wereld. Vooral het eerste jaar was voor mij heel lastig. Want dan word je zo erg geconfronteerd met jezelf en je moet gaan uiten. En dat was ik niet gewend. Ik ben introvert geworden. Ja. Misschien wel door mijn operaties, dat kan. Waar moet ik dan aan denken? Aan de van de operaties? Ja. Oogoperaties. Ik heb nu 11 oogoperaties gehad. Want ik heb glaucoom en dat houdt in van wat ik ervan weet is dat je te hoge oogdruk hebt. Je kan te hoge oogdruk of te lage oogdruk en ik heb te hoge oogdruk en daar moet je geholpen worden. Want er is een kans dat je blind kan worden. De kans is niet, de kans bestaat, het hoeft niet, maar er is altijd een kans dat dat gebeurt.
Ik ga er niet vanuit, want iedereen heeft wel dingen die hem tekent. Maar dat moet je niet tegenhouden om dingen te doen, vind ik. Kan jij voor jezelf wijzen dat is het moment geweest waar de knop is omgegaan? Ik heb niet echt een knop gehad, maar ik weet wel dat in het tweede jaar, bij de zangles vooral, van Roxane Hofman, toen bloeide ik opeens op en ik durfde te zingen en ik kon zingen opeens, wat ik in het eerste jaar niet kon. En toen kwam mijn zelfzekerheid. Toen werd ik zekerder van mezelf en dat is zo belangrijk als je dat hebt. Als je onzeker bent, dat kilt je gewoon. Dat is echt zo naar. Maar als je gewoon zekerder wordt van jezelf, dan helpt dat zo erg. Maar je gaat wel een vak in waarin je heel erg afgerekend wordt. Hè? Je moet voor de 9 van de 10 rollen die je moet doen, moet je auditie doen. Ja. Dus de kans op afwijzing is heel groot en wordt alleen maar groter. Ja, klopt. Waarom kies je dat pad? Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Maar ja, ik ben gewoon een beetje gek. En alle acteurs zijn denk ik wel een beetje gek. Want anders dan ga je niet zo'n auditie in. Dan ga je niet een kamer binnenlopen waar 12 van die zure mannetjes naar je zitten te kijken en je af te keuren. Je moet wel een beetje gek zijn om dit vak te kiezen. Maar het is wel een beetje een rare school, toch? Ja. Wat denk je als je als buitenstaander langs deze school fietst? Nou, heel vaak denk ik daaraan wat mensen zullen denken. Wat denk je dat ik denk als ik daar langs fiets? Op drukke dagen dan denk ik dat je echt denkt van wat een stelletje apen. Ja. Wat de aapmogolen daar. Ja. Dat is echt niet normaal. En soms sta ik gewoon versteld van mezelf wat ik allemaal doe. Dan loop je gillen naar buiten of dan heeft iemand een gitaar en dan ga je erbij zitten. Dat zijn superleuke dingen. En daar geniet ik dan ook van. Ja, ik ben gewoon niet echt een type voor een kantoorbaan. Mij hoef je echt niet van 9 tot 5 achter een bureau te laten zitten, omdat ik echt gillend heb. Mijn hart gaat eigenlijk uit naar kleinkunst. Zingen? Ja. Zingen en daarmee een verhaal vertellen. Niet alleen maar popnummers zingen, maar echt een verhaal hebben. En die overbrengen. Maar heb je wel een goed verhaal? Ik hoop het. Remember my name. Verdiep je in teksten en lees zoveel mogelijk theaterliteratuur. Bezoek veel voorstellingen en bedenk je dan hoe jij de rol van de acteur of de actrice zou hebben gespeeld. Dat leert je namelijk om diepgang te creëren in je eigen personages. En dat kun je het beste doen door na het zien van een voorstelling een eigen recensie te schrijven met jouw bevindingen. Nou, tot volgende week. Goedemorgen, een nieuwe dag op de MBO Theaterschool. Maar als ik dit zie, dan denk ik toch een beetje aan de handvaardigheidslessen vroeger op de middelbare school. Waar ben ik terechtgekomen? Ja, nou ja, op de afdeling theatervormgeving natuurlijk. En daar hoort ook wel wat handvaardigheid bij. Het is een beetje wat ontwikkeling van je eigen stijl ook. Maar dit zijn uitwerkingen van ideeën. Ja, dat doen wij. Wij krijgen kostuumles, wij krijgen ook griemles. Dus dat is zeg maar schminken, maar dat mogen wij niet zeggen, alleen griem. En decor.